We gaan vandaag aan de slag met een iets grotere metamorfose dan jullie gewend zijn. Ik ga naar Robin toe. Ik ga eens even informeren wat ze graag wil met de tuin. Dank voor jullie komst. Ja. Ik ben Robin. Ik woon hier samen met Niels en Roos, mijn dochter van 2 jaar. Ik ben in verwachting van het tweede kindje. Leuk. We zijn hier vorige maand heen verhuisd vanuit Amsterdam. Dat is echt kort nog. Dus heel kort nog. Ja. Dat houdt ook in dat we nooit een tuin hebben gehad. Nee. Dus vandaar dat ik dacht, ja, ik heb hulp nodig. Heb je bepaalde wensen? Heb je een idee erover hoe die eruit moet komen te zien? Je hebt het al over kinderen. Nou, het lijkt me heel fijn om toch een plekje voor de kinderen te hebben. Maar ik hoef niet een immens speeltoestel neergezet te hebben in mijn tuin. En het lijkt me heel lekker dat ik kan natafelen met vrienden. En dat we een lounge set krijgen, dat we kunnen nagenieten van het zonnetje. Ja. Dus daar zie ik enorm uit. Nou, dat gaat goed komen. Ik heb Sander als grote hulp meegenomen om met mij en met jou tot een plan te komen en tot de uitvoering natuurlijk. Om een echt een mooie tuin voor jullie te maken waar jullie straks lekker van met z'n allen van kunnen gaan genieten. Leuk, ik zie er naar uit. Ja, wij ook. Hoi Sander, leuk dat je er weer bent. Ja. We gaan weer aan de slag met een iets grotere makeover. Ja. Je hebt een mooi ontwerp gemaakt. Wat gaan we doen? Nou, we gaan een tuin, een gezinstuin maken. Ja. Met ruimte om te zitten. Een fijne overkapping om te loungen. Met heel veel groen. Plekje om te spelen voor de kinderen, een beetje fruit. Nou, klinkt goed. Een hele totaal complete tuin, zeg maar. Ja, nou, volgens mij moeten we lekker aan de slag gaan en dan gaan we iets moois van maken. Komt goed. Sander is lekker bezig in de tuin al. Ik ga even op jacht naar tuinmeubels. Voor de veranda ga ik op zoek naar een loungebank. En ik wil iets aparts eigenlijk hebben. Iets wat een beetje organisch is en onderhoudsvrij. Ja, hier heb ik er eentje. Deze heeft een mooie organische vorm. Onderhoudsvrij en is van Nederlands makelaardij. Dus dat vind ik ook nog eens leuk. Voor het eetterras ben ik op zoek naar een grote tafel. Een grote tafel. Daar wil ik ook iets bijzonders mee. En ik heb hier een teakhouten tafel gevonden. Met een hele mooie voet eronder. Groot ook. Kan je zeker met 6 man aanzitten. Dus deze gaat hem worden. Voor bij de eettafel zoek ik ook lekkere stoelen om op te zitten. En die ook onderhoudsvrij zijn. En ik heb hier de tuinstoel Salsa. Dat is een stoel die een tijdloos karakter heeft. Ik vind hem leuk erbij passen. Er is ook een wens om voor de kinderen wat te realiseren in de tuin, zodat ze in eigen tuin kunnen spelen. En het leek mij leuk om een zandbak voor ze te bestellen. En dat ga ik nu doen. Ik heb hier een zandbak gevonden die een klep heeft waar je ook op kan zitten. Die kan je dichtvouwen, zodat er geen katten in kunnen. Ik ga nog wat accessoires bestellen om de tuin aan te kleden. En dan kan ik alles bestellen en dan ben ik klaar. Dit is toch wel genieten, hè? Moet je nou eens kijken. Ik heb allemaal bloeiende planten meegenomen voor in de potten. Om de tuin lekker op te fleuren. Ik heb hier 2 soorten lavendel. Dit is de kuiflavendel en dit is de gewone lavendel. Ik ga vandaag de kuiflavendel in de potten aanplanten. En moet je nou kijken hoe prachtig dat is. Er zit echt zo'n heel klein kuifje boven op het bloemetje. En dat maakt hem zo bijzonder. Daarom ga ik hem planten. We hebben in deze tuin tuinverlichting aangebracht. Dit is een 12 volt systeem van LightPro. Het is super makkelijk om aan te leggen en het is kind- en diervriendelijk. Dit zit echt comfortabel. Lichtgewicht stoelen met all-weather kussens erin, dus je kan hem altijd buiten laten staan. En makkelijk verplaatsbaar en lekker genieten van je eigen tuin. Kom gezellig naar buiten. De tuin is klaar. Jullie eerste echte tuin, hè? Wat mooi. Ja. Ja, super mooi.
Ja, er is heel hard gewerkt door Sander ook in een hele korte tijd. Ja, het is heel anders geworden dan het was een soort bouwplaats-achtig. En, ja, en in één keer is een hele tuin ontstaan. Dus ja, hier kan je lekker zitten. Mm-hmm. We hebben hier een hele mooie vaste plantenborden gemaakt met allemaal verschillende soorten beplanting wat ieder moment weer bloeit. Yeah. Dus heb je ieder moment van het jaar heb je wat er mooi bij staat. We hebben hier de lekkere overkapping met de loungebank waar je lekker onder kan chillen. Ja, het is jullie eerste tuin. Dat vraagt natuurlijk ook een beetje om onderhoud, mm-hmm. Want ja, je hebt nu een prachtige tuin, maar die moet ook mooi blijven. Nou, we staan hier natuurlijk al bij een paar mooie leibomen. Kijk, een leiboom, moet je zo zien, het is eigenlijk een hagelstam. Dus wat je moet doen, is gewoon die vorm erin houden. Alles wat eruit schiet, gewoon afknippen. Dat mag in principe op ieder moment van het jaar, bij deze linders. Maar hier hebben we er ook eentje staan, mm-hmm. Dat is een peer. Die moet je natuurlijk in de winter snoeien. Ja. We hebben een hele mooie slangenhaspel opgehangen waar je makkelijk tot hiermee kan komen om de tuin makkelijk water te kunnen geven. Automatisch weer oprollen, dus het werkt heel makkelijk. Ten tweede, bemesting. Dat vergeten heel veel mensen, maar je moet ook mesten. Nou, zoals je kan zien staan er heel veel verschillende soorten vaste planten. Nu bloeit er wat, van de zomer bloeit er wat en in het najaar bloeit er ook weer wat. Ja, er zitten ook verschillende kleuren in, waardoor je dus ook gewoon lekker die afwisseling krijgt. Ook hoogteverschillen, waardoor je ook weer die eigenlijk een beetje spannende borden krijgt. Daar staan wat bladplanten bijvoorbeeld van de hosta. Dat sterft bijvoorbeeld af in de winter. In het voorjaar haal je de restanten weg en dan komt weer op. Het gezond. Ten eerste is belangrijk een grasmaaier. Iedere week. Want zo zorg je ervoor dat er, als je water geeft, mest geeft en regelmatig maait, dat je gezond gesloten blijft en geen onkruid en mosvorming gaat krijgen. Voor de bestrating is er gekozen voor keramische tegels in een hardgebakken klinkers. Dat zijn alle twee hele duurzame materialen. Blijven over 20 jaar blijven ze nog steeds mooi. Gewoon met tuinslang, harde bezem erbij pakken. 9 van de 10 keer veeg je het groene er zo af. Nou, dit was wel weer een hele geslaagde metamorfose. De mensen zijn blij, het kind is blij, ik ben blij, Sander is blij, iedereen is blij. Wil je nou nog meer weten? Ga dan even naar ons groenplatform Tuinplezier. Daar komen iedere week nieuwe video's van mij en van mijn collega Jennifer over kamerplanten, over bloeiende heesters, etc. Onderhoudstips. Dus wil je meer weten? Ga dan even een kijkje nemen en abonneer je eventjes, dan mis je helemaal niks meer. Graag tot de volgende keer.